Hey guys, welcome back. So, vandaag gaan we roti eten. Ik kom net van het werk en ik ben zo in de mood voor roti. En ik ga ik ben nu in front of the roti shop. It's a roti shop from Trinidad. And it's bijna hetzelfde als hoe wij onze roti maken. Behalve hun baras. Hier noemen ze baras doubles. So, hun baras zijn heel anders dan die van ons. Maar wij kopen onze roti altijd van dit plekje. It's called Hot on the Spot Roti Shop. En ja, I'm so in the mood for roti. En ik breng jullie mee en ik zal jullie wijzen hoe het allemaal eruit ziet. En yes, let's go! So yes, ik ben al in de auto. Ik heb mijn Porsche al. Ik heb 3 Porsches gekocht. 3 roti. En 2 doubles, which is, hier noemen ze doubles bara. I mean, hier noemen ze bara doubles. Well, at least the Trinidad place, roti shop. En ja, ik ga nu naar huis. Lekker smullen. En ik ga jullie wijzen hoe het eruit ziet. En ja, yeah, don't mind my face. Ik zit er zo onfris uit. Ik kom net van het werk. But who the heck cares, right? Ik ben altijd zo eenvoudig geweest. So ja, yeah, het maakt niet eens uit. See you soon. Alright, ik ben net thuis. Nu ga ik lekker roti eten. Ik heb roti chicken bones en potato gekocht. In zo'n container. So a hele Porsche hier kost like $10. Bijna ja, $10. Zo'n Porsche met roti erbij. Ja, dat is de helft van mijn roti. Die roti is heel groot. Dus ik heb de helft gebruikt en de andere helft heb ik gebruikt voor bandtaart voor morgen tomorrow. En dit is de Trinidadse bara. Zij noemen het doubles. Het zijn 2 laagjes. Yep, like that. And in between hebben ze masala, potato and a little bit chickpeas. Ik denk ze noemen het kikkererwten, I think. And some is like chutney in between. So, en ja, nu ga ik lekker eten. Dat zo ziet mijn roti eruit. En mijn sambal. Dat is onze eigen homemade garlic sambal. Ja, ik was vergeten om die hot sauce te vragen van hen, want die is ook lekker. Ik boy, mi saca pepre. Mi dat lobby pepre. Eerst ga ik mijn doubles eten. Mijn para, zogenaamde para. Ja, daarna. Boy, ik heb zo honger. That's so good. Yum, yum, yum. Boy, angry bin cheer me echt er. Yep. So good. It's spicy. But I love it. Yep, zo zit het eruit van binnen. 2 laagjes. Heel anders, hè, dan onze bara. En some kikkererwten. Googries. Yep, that's so good. Nothing to waste, right? Ik mag niks achterlaten. Ja, yeah, that's so good. Ik hou zoveel van curry. Curry is mijn number one. Vissen ei. Oh my god. Curry, vissen ei, masala. Vissen ei, masala. Oh my god, good. Who loves curry? Comment down below if you guys love curry as well. Roti. Oh my god.
Yep, that's so good. Mijn laatste stukje. Wel. Yep. Camera's is niet op de juiste stand, maar geeft niet. Ja, laat ik die gebruiken als holder, standaard. Ik heb slipping off. En ja, of course, don't forget the water. My head is cut off though. Oh, okay, there you go. Ta-da! Now the roti. Yep, now the roti. Mm-hmm. Yep, water staat al klaar. In case mijn mond, mijn bek gaat branden. Oh, mijn nagels zien er echt niet goed uit. So messy. But it's okay. Look the potato, so big, right? Zo, die ga ik in kleine stukjes doen. Zodat ik me niet verslik. yum, yum, yum. It's so good. Sommige mensen houden van dogs. Ik heb nooit dogs gegeten. So ik ben niet echt een big fan of dogs. Maar het ziet er wel lekker uit. Maar ik... is gewoon mijn chicken. Boy, kijk hoe ik eet. Zo geconcentreerd. Yum, yum, yum. Oeps. Spit out the bones. Ja. Ik hou van bonjo. Om te kluiven. Ik vind het zo goed. Ja. Still good. Of course. Mijn vingers moet ik natuurlijk zuigen. And that's it. I finished it all. Yeah, thank you for watching. That was really good. Thank you. Bye-bye. Belly full. Now I'm going to sleep. Bye-bye.